Maar net met die beesten en zo. Heb jij zelf veel te maken gehad met de dood? Ja, ik heb mijn portie wel gehad, ja. Veel mensen verloren. Mijn zus zei laatst... Goh, jij bent wel goed met de dood, hè? Zo van... Het houdt maar niet op bij jou. Vriendinnetje toen ik 11 was. Die was ziek, hartpatiëntje. Mijn beste vriend toen ik 20 was. Die was in één klap sneeuwstorm... van de weg afgeraakt. Dus ik denk, nou... Frederik natuurlijk... ook nog als... een van de laatste. Laten we het... veel miskramen gehad ook. Je denkt, ja? Ja, ook natuurlijk een vorm van verlies. Dus dan ben ik ook weer heel dankbaar dat het nu nog een keer mag. En dan hoop ik dat het goed gaat. En ik had er minder een beeld bij... voor ik in had, maar als je dan weet dat wij allemaal zo zijn begonnen. Ja. En zo, zo, zo. En je weet wat daaruit gaat komen, kan komen. Dan is het wel... ik vond het steeds heftiger eigenlijk, maar dat heeft ook te maken gehad met dat ik steeds minder vertrouwen kreeg in mijn lijf. Want ik dacht, wat irritant. Dat ik dat nou niet vasthoud. Ja. En aan de andere kant heb ik ook twee hele gezonde kinderen. Dus ben ik dan ook weer het type dat ik denk van, je moet ook niet zeiken. Ja. Het zijn hormonen. Ja. Ja. Snap je? Dat ben ik dan ook wel. En ik zet ook wel mijn schouders graag ergens onder. Mm-hmm. En dan denk ik van, je moet niet zeuren. Maar het is wel... Ja, je moet dat wel eventjes een plekje geven. Ja. Ik had toch echt mijn goede vriendin Kim beloofd dat ik niet ging huilen in dit programma. Dat is echt heel vervelend. Ah, nou. Sorry, Kim.